Hoi, ik ben Erik Nefland. Heb tussen 2004 en 2008 bij FC Groningen gevoetbald. Ik werk tegenwoordig bij Viking in Stavanger. En daar ben ik een soort CEO van de jeugd. Ik heb veel hoogtepunten bij FC Groningen beleefd. Persoonlijk moet de goal tegen Fiorentina. Eerste goal in de Euroborg en ook de eerste goal die ik voor FC Groningen gemaakt heb tegen FC Twente in die uitwedstrijd bij mijn debuut. Zelmen, Nefland, dit is zijn kans en een droomdebuut voor de 26-jarige Noor. Met voorspellen ben ik niet zo goed, maar ik ben altijd positief en ik denk natuurlijk altijd dat Groningen gaan winnen. Ik volg wel FC Groningen van afstand en ik kijk veel wedstrijden op de televisie. Dus ja, ik vind het leuk dat het nu heel aardig gaat en dat je goed op de ranglijst staat. Ik ga natuurlijk voor Jürgen Strand Larsen die nu bij Groningen voetbalt. Dan dat is natuurlijk Nefland Muts. Die loop ik altijd mee rond. Lastig om te kiezen, maar dat als trainer Ronny Hans, maar Danny Buijs wordt wel ook een hele, hele goede trainer. De wedstrijd zondag tegen FC Twente. Denk ik natuurlijk dat je gaat winnen. Absoluut niet tegen Twente verliezen. Maar Groningen voetbal goed tegenwoordig. Twente heeft wel een paar blessures vorige wedstrijd gehad. Dus ik denk dat Groningen 2-1 gaan winnen van FC Twente. En Ronny Hans. Ik gun Ronny Hans wel het beste. Maar zondag mag hij wel verliezen.